Dekking van artillerievuur vanaf de oever zijn de Duitsers in Antwerpen de Schelde overgestoken. Eerst met bootjes en vlotten, maar ook via de voetgangerstunnel die door de wegtrekkende Belgen intact is gelaten. De Duitsers leggen ook een pontonbrug die later door het getij uiteen wordt geslagen. Maar dan zitten ze al stevig op de linkeroever en trekken naar Gent. In het Waasland stoten ze op Belgische tegenstand. Eén Belgische tank wordt in Zwijndrecht door een Duits snelvuurkanon in brand geschoten.